Beste Tom, u weet dat in een beleid participatie en overleg heel belangrijk is. Je kan maar pas zorgen dat een beleid open werkt als het gebeurt vanuit de basis, als je rekening houdt met de knelpunten, de behoeften van mensen die er dagelijks mee werken of dagelijks mee geconfronteerd worden of die behoeften zelf hebben. Vandaar mijn vraag naar u, richt een actie op waarbij je contact opneemt met een oudercomité of een ander participatie- of overlegorgaan om naar hen te luisteren wat hun behoeften zijn en daarmee rekening te houden bij het uitstippelen van jouw beleid.